Yo, mis modderfans, Kaas hier. Vandaag weer een nieuwe video van mij. Je snapt wel waarom. De Emma Web Show weer. En gistermiddag hebben jullie kunnen zien dat ik mijn eerste blikje Red Bull dronk. Dat was echt... Oh ja, dat mag ik niet zeggen. Want de prijs was van deze week is... Vond ik een blikje Red Bull lekker of niet? Vandaag gaan we iets leuks doen. We gaan even naar mijn collecties motorskijken van mijn motorspul kijken. Dat gaan we dit keer doen. En daarom moeten jullie even meekomen naar mijn kamer. Maar eerst, jullie mogen mijn, jullie mogen mijn bed niet zien. Want daar staat iets op wat jullie niet hoeven te zien. Dus kom maar mee. En nu even privacy. Ja, oké, kijk. Hier zijn dus mijn motorspul. Ik laat het even zien. Kijk, hier. Dit is dus een lijstje van Motorsport. Van Buck. Racing Team Collection. Hij valt 2, 4, 6. 6 keer kampioen geworden. 6 keer wereldkampioen, voor mij. Dat vind ik best knap. En hier heb je ook nog een foto van... Tikema, wat de naam zegt, Tikema. Wait a second. En hier heb je nog een fotolijstje. Als je hem kunt zien. Van Stefan Terissien. Ik kan het niet uitspreken. Hij heeft ook een eigen team. Kijk maar, Terissien. Dus hij zal wel heel beroemd zijn, deze gast. Zet hem maar even in de reacties. Dit is een keertje een Grand Prix geweest in Groningen. Dat was op 23 7 maart 2011. Heel lang geleden. Maar kijk, wij hebben nog hier wat van. Nou, 7 uur 's avonds. Maar daar zijn wij dus ook naartoe geweest. En hier is de final. Van Johnny Tuinstra. Hij is een hele bekende Nederlander rijder, waarvoor hij zelf ben gestopt, I think. Zet maar even in de reacties. En hier zijn ook nog wat spulletjes. Van. Kijk, look at this. Het is een spike die ze bij de iSpeedway eronder doen. Als jullie kunnen zien. Wait a second. What the fuck? Oh. Kijk, nu kunnen jullie hem zien. Kijk, dit is een spike. En hier heb je nog een paar buttons. Ja, ik hou mijn kop, hè. Ja, daar vind ik. Ja, buttons. Hou ik hem weer op de kop? Oh, damn it. Ja, hier. Nog even wat. Kijk, dit vind ik even de beste spulletjes die ik heb. Kijk, mijn... Dit is iSpeedway. Dit is een Siwa 500 motor. Dat is mijn reactie wat het is. Ik weet het ook niet, maar ik vind het een van de mooiste motors van Beru. En dan heb je hier ook nog een Speedway Motorcycle. Dit is een NK1. Als jullie iemand hier iets van weet, zet hem even reacties. Wait a second. Ik heb een boek. Nog een boek. En nog een boek. Kijk, dan ben je die mondboeken. Nog een boek. Wat ligt hier onder? Mijn spijkbeurt. What the fuck? Mijn illegale foto's weer. Nou, paddeltje weg. Of doeltje. Ah, hier moeten ze liggen. Nou, what the fuck? Boek weg, ik ben niet zo lezen. Ik ben meer een gamer. Daarom heb ik ook een soort van game kanaal. Come on. Kan hier nog onder zo'n rotzooi. Kijk maar. En jullie moeten even liggen. Hier moet alles nog liggen. Ja, kijk, hier is het eerste kaartje.
even goed in beeld. Ja, kijk. Hier is ons eerste kaartje van Mitch Gordon. Ik verzeker uit Engeland. Alright. Kerstkaartje. En hier is nog een grote foto. Hou. Nou, weg CD. Van Racing Team Tabbe. Oh, andere kant. Come on. En hier heb je ook nog van. Ik kan dat Unistrom Motorsport. Ze hebben allemaal een bedrijfje. En hier heb je nog een foto van Matthias Krogers Racing. Oh, what the fuck. Kijk. Oh, andere kant. Heb je nog een foto? Ja, ik ben echt een fotoverzamelaar van de foto. Motorbus. Hier heb je Jeffrey Woltman Racing. Als je het kan zien. Hier heb je nog deze. Jerome Lesbia. Nog één. Ja, het houdt niet op. Pak alles wel in één keer. Wacht, heb ik deze series nou dubbel? Kijk, ik heb deze dubbel. Nou, ik kan wel weg. Hoppa. Hier heb je nog Fabriek Racing van door Dirk. Niet de Dirk die ik ken. Nou, kutkaartjes. Thanks. En dit is mijn favoriet van Theo. Of van die handtekening die ik niet kan lezen. Ik vond dit wel een mooi kaartje. En dan heb je hier. Die hebben we al gehad. Oh, kijk. Nog wat. Banglet. Ik hoop veel wat te staan. Heb je deze nog? Ja, kijk deze. Heb je ook nog deze? Richard Wolf. En dan moet ik alles er weer inleggen hebben we dan. Even zetten dat het eruit. Ja, ik leg alles er weer terug in. Come on, ga erin. En thanks. Boeken er weer in. Oh, sorry. Kom hier weer. De gisteren was 2, 5. Lijkt me een spannend boek. Ja, de beren bloot. Ik weet ook niet wat ik. What the fuck die daarmee moet. En dan nog deze. Eerst, hold on a second. Kijk, opgeruimd alweer, staat netjes. Eerst, hold on a second. Dat is dus allemaal motorspeel en zo. Dat is dus allemaal in motorspelletjes. You know. En wat kunnen we nog meer gaan doen? Wat kunnen wij nog meer gaan doen? Dat weet ik dus echt niet. Daar zit ik nog even over na te denken. Kom maar mee, jongens. Ik weet het wel. Van iets van de vorige keer. Episode nummer 3. Heb je ook een titel kunnen merken? Kijk, ik heb een bed gezicht. Oké, bed gezicht. Is van de vorige keer. Nee. Moet je dit fucking zien? Fucking zien, joh. Een hele.
bak vol met baby. Ik dacht niet wat die fuck naar mijn moed. Hij is hier alleen, hij is single. Hij is single dus. Maar ja, hij heeft toch hier iemand anders in zijn. Maar wat moet hij mij op bejaars? Ik zou het echt niet weten. Maar zus, maar ja, jij krijgt het niet, want anders krijg ik weer problemen als jongen. Ik leg ze even terug. Hou het de fok. En dat is voor de vorige keer. Nou, dreamen, dat is pas iets van mannen. Ja. Nou, dit hebben jullie de vorige keer al kunnen zien. Van de camera weer out. En en wat gaan we nu? Ja, dan weet ik het niet. Ik heb nog wel 5 minuutjes, I think. Of, dat wel eens. Stop. Wat ga ik doen? Ah! Ik ga even nadenken wat ik ga doen. Ik weet het niet echt. Wat kan ik dan doen? Wat kan ik dan doen? Weet je wat ik leg voor over nog wel wat uit over mijn kanaal, anders word ik fucking ook niks. Shit. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb deze video ook alweer mee geklaard, want ik had hem om in de camera te zetten, maar dan konden jullie het puffelen. Papier te zien en dat kan niet op deze. Dus, sorry. Maar ik ga een beetje internet en vertel ik ondertussen wel even wat mijn kanaal allemaal inhoudt. Vooral als we nog wat uitleggen. Wij. Ja, goed. Jongen, dat kutlicht schijnt in mijn ogen. Wij zijn een soort van gamekanaal en mijn webshop. Ik leg wel even alles uit over mijn astma. Ik had zeggen, ja. Ik heb laatst nog die video bekend. Nou, val gewoon. Godverdomme. Dus als je, kijk alsjeblieft maar niet naar die. Want de volgende keer dat er een video komt, reageer ik 0,0%. Maar alsjeblieft abonneer en verder met 2 abonnees. En Nigel de Jong dit ook hoort, deze video's ook hoort. Ik wil hem hartstikke bedanken voor abonneren op mijn kanaal. En de eerste abonnee. En iemand die nog meer. Oh my god, wat was dit? En nog iemand meer die op mijn kanaal hebben geabonneerd. Dus Nigel Jong en onbekende gast. Dankjewel voor het abonneren op mijn fucking kanaal. Hij is echt leuk. En waarom? Ja, ik ga even kijken. Maar dat houdt dus Gerdan en Kazen wat dus niet naar kijken. Zal ik tenminste niet kijken. En muziek, ik denk dat het iets anders was. Maar ja, even snel naar mijn kanaal toe. Mijn hartstijl. Stond hier op YouTube.
Banaan mijn webshow, wat had er dit? Ik heb het zo bedacht. We hebben 3 abonnees! What the fuck? Dit ook nu op dit moment. Of zou Jorkvis zijn die zo dom is om te abonneren? Oké. Okay. Wie is nog meer geabonneerd? Come on. Ik wil het even zien. Binnen deze video hebben we 3 abonnees. Jorik. Natuurlijk, jongens. Okay, dan heeft Jorik weer gedaan, jongens. Sorry. Kunnen er nog meer? Ja, ik zit even te kijken. Wacht even, want het is verwijderen. Ja, ik ben even bezig met fanzoeker. Dan zet ik het even een eigen neer. Kanaalvertentie. Welke zou ik doen als kanaalvertentie? Ik heb zin om die van gisteren te doen. Maar ik denk dat ik Miss Modder heeft hulp nodig doe. Wil ik deze dan ook verwijderen? En dan nog eentje doen van mezelf. Welke zou je het dan doen? Nee. Ik denk dan welkom bij Miss Modder. Want fanzoeker, kijk, fanzoeker dan doen ze van ja, uitleg over het kanaal. Dus ik heb welkom bij Miss Modder gedaan en Miss Modder heeft hulp nodig. Want we weten niet meer wat voor video's we moeten doen. Dus daarom heb ik deze video gemaakt. Miss Modder heeft hulp nodig. Als je het even wil horen, wacht dan even. Want dan laat ik jullie even het geluidsfragment horen. Die, ja, ik dus gedaan heb. Dus. Ja, ja, ik kan heel goed playbacken. Wie doet steeds die duimpje omlaag? Iedere keer, vervelend genoeg, iedere keer als ik bij een video kijk, heeft iemand altijd een duimpje omlaag. En dat zal Jorik wel weer zijn hebben gedaan. Maar die doet wel eens vaker wat. Hoe lang zijn we nu al bezig? 18 minuten. Nee, ik ga zo. Over 3 minuutjes stop ik ermee. 21 minuten dus. Maar nu even terug naar mijn kanaal. Want ik wil nog even uitleggen over. Je weet wel. Dus de MM Webshow, dat had in. Dat is gewoon leuke feitjes. Soort van vlogs. En dingen die ik dan even op dat moment meemaak. Je hebt ook nog gewone filmpjes. Dat zijn filmpjes die hebben niks met Gert-Jan de Avonturenclub of iets dergelijks te maken. Dat zijn gewoon filmpjes zoals GTA Vice City Gameplay, geen GTA 4 en GTA allemaal GTA. Maar je GTA helemaal rond te returnen. Hoe neem ik de PlayStation op? GTA Avonturenclub, GTA dit, GTA dat. Ja, ik ben GTA fan. Hello. En wat houdt Minecraft in? Ja, Minecraft is hoe ik zelf. Singleplayer. Er komt ook nog een video van mij en Jorik met multiplayer. Dus ik denk dat we dan even. Ik zeg daarvoor altijd. Ik zeg daarvoor alvast. Kom even dan lekker op de server. Ik weet niet wanneer die video is. Maar houd even in de gaten en kom dan even op de server. Want je weet wel. Ja, maar dat houdt Minecraft in. Galaxy Live, daar doe ik niet echt meer aan. Ik heb er maar. 3 video's van geüpload. Ik heb er nog een paar op mijn computer staan. Dus dat komt misschien nog een keer. De avonturenclub, dat bestaat niet meer. Die bestaat niet meer. Dus daar komen helemaal geen video's minder van.
En dat was het dan allemaal. En, oh ja, Kars en Jorik ook nog. Recente uploads heeft niks. Het zijn gewoon video's die ik dan op dat moment upload. En Kars en Jorik, dat houdt in. Dat zijn gewoon vrienden van mij en Jorik. En soms zijn we ook alleen. Dan zijn we gewoon alleen. En er staat ook nog een vaste voor 7 video bij. Wat Jorik heeft gedaan. Maar die hou ik niet weg. Die hou ik niet weg. Maar soms ben ik alleen. Soms is met Jorik. Dus. Nog 1 minuutje. Ja, en seconde nog. Dit was de video weer. Abonneer even en geef een duimpje op deze extra lange video. Die ik speciaal voor jullie heb gedaan. Dus abonneer even en geef een groen duimpje. En dan zeg ik jullie mazzel en later.